Je naam doen dan, hè? Thanks. Oh ja. Ik pak op, pak bij. Goed, in ieder geval hartelijk welkom allemaal. Bedankt voor jullie komst ten eerste. Welkom. We hebben een kerstverse presentatie gemaakt waarvan we zien dat die eigenlijk al oud is, hè? Want er wordt al flink gebouwd. Alle drie kan denken over aan, want schijnbaar zegt de Spaan net dat hier de bomen al weg zijn. Ja, sinds vandaag. Getjan zei, Getjan Hakman nogmaals, die zal ik doordoen, die zei in het begin van je bent heel snel geneigd om als je op het moment dat je werk goed vormt, om meteen maar in oplossingen te gaan denken. Dan moet je de stap terug doen. Ga eerst eens in kaart brengen de waarom-vraag. Waarom is een vereniging nou zo belangrijk? Dus waarom hoort een bepaalde vereniging, nou de voetbalclub, de kaartclub, Innovation is, waarom hoor je specifiek bij ons dorp? Ik bedoel, in boksen kunnen we gaan voetballen, in vuchttennissen en de zang, het zangkoor kan ook naar Sint-Nieuwe-Schefst toe, ik noem het iets, maar waarom willen die juist en waarom zijn die juist gevestigd in S? Dat heeft met meerdere dingen te maken. Want wij zijn een klein dorp, maar wel met een karakter in die zin. En Jan Beschijn heeft op internet dit plaatje gevonden en die wil ik expliciet in vermelden. Een vereniging is niet alleen maar spel, is niet alleen maar kaarten, is niet alleen maar sport in de vorm van tennis of korfballen. Het is meer dan dat. Fysieke omgeving is inderdaad de mogelijkheid om te doen wat je wilt, hè? Dus het sport of het spel. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de sociale omgeving. Ik heb vroeger bij Tante Jetje hier bij de Varen gezeten en ik kan me niet één repetitie herinneren dat de koffer dicht ging, allemaal rechtstreeks naar huis en we zijn er klaar mee. Nee, er werd ook juist nog even nageborreld aan de bar. En dat is eigenlijk bij iedere club zo, iedere vereniging zo, de sociale samenhang, het samen zijn, het gezellig doen. Goed. Aan de hand van de eerste dorpsavonden is er eigenlijk een aantal punten naar voren gekomen die in dit geval voor de verenigingen in onze optiek essentieel zijn om te overleven, om te floreren of net hoe je het wil noemen. En voor de levensvatbaarheid zijn dat leden, een stukje financieel. Dan moet je niet alleen de contributie denken, maar ook subsidies of sponsors. Ja, sponsoren, dat soort zaken inderdaad, die vallen onder financieel, maar ook bestuurders. Ik heb zelf ook in het bestuur van SC Boys zitten, een tijdje maar, niet lang. Ik ben betrokken bij SC Clubs, maar wat je ook vaak ziet is gewoon er is geen overaanbod van bestuurders die zeggen van we pakken de draad. Het is eerder wachten op dat er iemand toe had en ja, bestuurlijk gezien is het gewoon heel belangrijk dat de club draaiende blijft. Vrijwilligers, hoe belangrijk zijn vrijwilligers? Ik hoef het jullie niet te zeggen. Ik denk dat iedere club zowat draait op vrijwilligers. Misschien het mooiste voorbeeld is wel Toontje, hè, die al sinds jaar en dag de tennisvelden weer is hier niet meer. Ja, dan wat voor gat valt, dan stopt hij ermee, wie gaat het dan doen? Hè? Vrijwilligers zijn essentieel in het verenigingsleven. Geldt ook voor de gymclub, geldt ook voor ja, net welke vereniging dan ook. Accommodaties. Er zijn EWC, de volleybalclub, heeft een zaal nodig. Tokido gaat extern, bijvoorbeeld korfballen, in de winter dan. Accommodatie moet onderhouden worden, er is ook geld voor nodig, dus uiteindelijk moeten er ook voorzieningen zijn om de sport en het spel te kunnen beoefenen. En uiteindelijk ook het aanbod. Kijk, voor het leefbaarheid is het ook essentieel dat degenen die in S wonen, de kinderen, dat ze ook iets kunnen doen. Op het moment dat verenigingen omvallen, om wat voor reden ook, ze zijn er niet meer, ja, dan trekt de jeugd die een bepaalde sport of spel wil oefenen uit S weg, omdat het aanbod er niet is. Dus in die zin is het ook belangrijk dat S in veel sporten vertegenwoordigd blijft. En als laatste wat ik zeg, deze punten zijn als het ware in een enquête verwoord. En de enquête is bijna door alle, ja, ik heb gezegd door alle, ik vind meer dan 90% ook een goede score, dus is in principe door alle verenigingen ingevuld en dank daarvoor, want met die informatie kunnen wij ook weer conclusies gaan trekken en ook richting de toekomst prognostiseren waar het naartoe gaat. Alle gegevens jullie die behandelen we wel als vertrouwelijk. Oftewel, we gaan niet die allemaal rondnemen in ieder, maar we benutten ze, maar doen er verder niet meer mee. Als laatste, tenminste wat mijn ziens betreft, zorgen richting de toekomst. Bevolkingsopbouw en bevolkingsgroei. Dat is eigenlijk direct gekoppeld aan alle werkgroepen die ik net gezien heb. Maar bevolkingsopbouw en groei, dat wordt door wonen en, ik ben het vandaag, maar in ieder geval door de werkgroep wonen, wordt dat ook meegenomen. Hè? Van wat is de doorsnede van S, waar schort het aan en daarvoor
kan voorzien worden in woningen, waardoor we weer wellicht meer jeugd en aangroei en aanwas in de vereniging krijgen. De zorg is eveneens het vertrek het haren naar Hoxtel. We gaan naar Hoxtel, we gaan het onbekende in. Dat is op dit moment niet helemaal waar, want uiteindelijk heeft de gemeente Haren, TEP zat ik in, we hebben veel contact met de gemeente Haren. En de gemeente Haren helpt ons bij het opstellen van het leefbaarheidsplan. Oftewel, een stukje financieel wordt erin voorzien. En Hoxtel is ook al bekend met ons, met TEP, en die weten ook dat wij een leefbaarheidsplan aan het opstellen zijn. Kijk, en dat is voor hun ook fijn, want wij kouwen eigenlijk voor wat wij in S belangrijk vinden. En hun hoeven daardoor dus zeg maar niet het wiel uit te vinden en kunnen we ook samen in overleg gaan van waar moet nou iets aan gedaan worden, tenminste op het moment dat wij bij Hoxtel zitten. Zorg, ja, die is eigenlijk, zorg kun je ook lezen als aandachtspunt. Aandachtspunten zorg is ook uit de inventarisatie van de eerste dorpsavond naar voren gekomen, omdat het interactief was. Er is gewoon gebrainstormd en opgeschreven door een ieder wat hij belangrijk vond of wat hij een gemiste kans vindt of wat hij wel goed vindt. Als laatste is eigenlijk, en dan ga ik een stukje overdragen aan Gert-Jan. Die zorg is ook voor een deels bevestigd in de antwoorden uit de enquête. Hè. Wat ik al aangaf, we hebben voor iedereen een enquête gehad. En oftewel cijfers en feiten zijn er naar voren gekomen. En die voor sommige verenigingen is dan zorg, voor sommige zijn er geen zorgen. Nou, dat kan. Ligt het Jan toe. En uiteindelijk de cijfers en feiten die wij boven water getafeld hebben, zijn ten eerste jullie enquête. Ten tweede de gegevens van bevolkingsopbouw vanuit de gemeente Haren hebben we die gehad en de school, de leerlingenaantallen. En de vraag is van wat kunnen we aan stappen gaan ondernemen, gemeenschappelijk, hè, dus met de verenigingen, met z'n allen. Ja, dat is eigenlijk het opstellen van een leefbaarheidsplan, wat ik al aangaf op die verschillende vlakken. En het leefbaarheidsplan beogen om dat ergens halfweg het jaar min of meer op te leveren. Eerst in concept, dus kan iedere bewoner weer erop schieten. Ik hoop dat ze het goed vinden wat we gedaan hebben, maar dan kunnen ze de mening over geven, zeg maar. En uiteindelijk wordt het dan een definitief document, maar het wordt wel een dynamisch document. Oftewel, het ligt er, maar in de loop der jaren blijven wij met PEP, en wellicht ook met nieuwe werkgroepen, want er komt een nieuw onderwerp aan het licht, blijven dynamisch houden en steeds rollende houden. Maar goed, eind juni, de eerste opleiding is de eerste grote stap, denk ik, namens PEP met betrekking tot het leefbaarheidsplan. Dan geef ik het woord aan Gert-Jan. Maar voordat ik ga beginnen, vind ik het wel interessant wie jullie zijn. Nou, namen ga ik niet onthouden, maar ik vind het wel even leuk welke verenigingen er zijn. En misschien voor Pep ook wel leuk de namen, dat namen en gezichten bij elkaar hebben. Dus misschien mag ik even heel kort een rondje maken wie je bent en van welke namens welke vereniging. Ik ben Hans Wollee. Ik woon in Eerst, achter de kerk. Vereniging Eerste Boeg. Ja. Wim Kuijs, ook namens voetbalvereniging Eerste Boys. Ja. Geert-Jan, werkgroep vereniging. Ja. Ik ben de vader van Paul en ik ben van Essen Volleybalclub. En hoe heet hij? Vader van Paul. Monique Verhoeven, ik ben van voetbalclub Essen Boys. Ja. Okay. Adrien Brugge, Pep. Ja. Ja, van volgens mij. Volgende maanden welke vereniging? MC Vereniging Tilburg Wars. Oké. Marcel Miguel, Pep. Peter Zouden namens Bono S. Yes. Claire van Boom namens muziekvereniging Willeke Orders en Cor van Wal Vereniging Tilburg. Monique Beckers namens de Avond Vierdaagse. Lauke van Westleur namens de Overdoen. Annemarie van Alphen namens lokale omroep. Okay. Sien van de Zonde, Avond-Driedaagse. Jeroen van Haken van de Tennisclub. Riek van Kasteren ook van de Tennisclub. Ja. Jan van Draa, Tennisclub ook. Oké. Dat loopt. Ja. Goed. Als ik kijk 0 tot 19 jaar, dan zie je een hele sterke afname. Dus de laatste jaren worden gewoon steeds minder kinderen geboren. Dan weet je dus ook wat er gebeurt met de jeugdleden. Dat zien we ook in de aantallen, maar het wordt steeds moeilijker. En inderdaad, alle verenigingen wilden dezelfde jeugdleden binnen hebben. Nou, wat betekent dat? Dan zie je hier, ik noem het even vanaf 50, nou, dat is een flinke groep.
flinke aantallen. Dus we gaan het grijs. Dus verenigingen die het gericht zijn op ouderen, dat gaat van mij helemaal top. Want de leden, de potentiële leden zijn er voldoende. Kaarten. Of ze die bereikt worden, dat is ook even de vraag. Maar in potentie, leden voldoende. Ja. In die groep, ja, dat begint een beetje bij 20, zeg maar. Dan gaan denk ik mensen hier aan ze studeren. Gaan het dorp uit. Of ze gaan ergens anders wonen. En ze komen niet meer terug. Dan hoef je echt niet voor te kennen. Dus gewoon even naar de cijfers kijken van hele gebeurt iets. En je ziet hier een hele groep. En die is weg. Flink aantal. Nou, dat zul je ook in je leden merken. Bepaalde leeftijdscategorieën. Dat merk je wellicht in vrijwilligers. Bij besturen. Op zich is dat ook wel een mooie doelgroep die je zou willen hebben. Maar dat is wel heel veel minder. Ja, dan zit er van alles achter. Woningbouw. Hoe dan ook. Nou ja, mensen willen misschien wel terugkomen. Maar kunnen ze wel terugkomen? Nou, dat is de vraag. En dit tabelletje is misschien wel goed om als vereniging ook gewoon te hebben. Misschien kun je het naar wat verenigingen doorsturen om te weten van hey, hoe zit onze opbouw in elkaar? Om daar eens te kijken van hey, wat betekent dat? Prognose van de school. We zitten nu op rond 68 leerlingen. En het gaat gewoon terug naar ja, hier rond 18. Hier neemt het weer iets toe. En we hebben ook van de gemeente gekregen even de 0 tot 4-jarigen even uitgesplitst. Dan zie je opeens de 0-jarigen, dat is een toename. Dat zie je hier ook in 2022, dan zijn die volgens mij 4 dan moet naar school. Dan neemt het weer toe. Nou, ik heb gevraagd van, hey, is er gebeurd, stroom ik eruit gevallen in een bepaald jaar? Ja. Maar een aantal jaar geleden is er wat woningbouw geweest. Nou, dat zie je meteen terug. In de aantallen. Dus goed om te weten van, nou, die school ook zijn nog geen getallen waar dus, ik heb niet naar school gesproken, maar meestal als echt onder 100 komt worden scholen echt zenuwachtig en kunnen ze nog de kwaliteit bieden. Je ziet nu ook al dat klassen gecombineerd zijn, maar normaal gesproken moet de kwaliteit nog kunnen. Als het echt verder zakt, ja, dat betekent dat ook iets. Maar je ziet inderdaad wel meteen de impact van, positieve impact van wat woningbouw. Dan de enquête. 18 verenigingen hebben gereageerd. Nou ja, hartstikke mooi. Sommigen hebben het over 10 jaar uitgesplitst, sommigen hebben de laatste 3 jaar aangegeven. We gaan ook niet alle clubs en verenigingen hier behandelen. Dat is wat Paul zei, toch vertrouwelijke informatie. Maar wel even de belangrijkste resultaten, opvallende zaken, om vervolgens met elkaar eens over te hebben van hey, wat valt jullie dan op, wat valt jullie op? Een aantal aspecten, ledenaantal. 5 verenigingen zeggen we hebben een daling van het ledenaantal. En sommige flinke dalingen, waar je echt zegt van wow, dat is een flinke impact. 6 blijven gelijk, eentje zegt van nou, we hebben toch nog een stijging. Junioren. 4 zeggen van, hé, hey, we hebben echt een daling. Nou ja, de KBO zal daar geen last van hebben, denk ik. Dus die had dat niet aangegeven. Sommigen zijn ook niet allemaal verenigingen met leden. Avondvierdaagse, zeg maar, is niet meteen leden. Dus je hebt het ook niet uitgesplitst naar junioren en senioren. De senioren, daling, gelijk stijging. We zien ook dat er bijvoorbeeld bij een vereniging... er is een daling, maar die zijn wel eigenlijk allemaal overgegaan naar senioren. Dus qua ledenaantal blijft dat dan wel weer gelijk. Maar je ziet heel mooi die verschillen. Vrijwilligers, ik denk dat dat wel een mooie is, dat blijft eigenlijk redelijk stabiel. Misschien moeten jullie wel steeds meer moeite doen om ze te krijgen. Omdat de groep waaruit je de vis misschien kleiner wordt of anders. Maar wat ik zag uit de cijfers, ja, blijft dat redelijk stabiel. Nou, dat is in ieder geval positief. Maar je ziet wel van het ledenaantal daalt. Sommigen hadden het over 10 jaar uitspreid, sommigen de laatste paar jaar en zag je die daling ook al. Ja, en dat is wel ja, een signaal. Maar ja, wat jullie denk ik gewoon herkenbaar is, dat er iets gebeurt.
Nou ja, als je dan inderdaad kijkt naar, weer naar die leeftijd, dan is het niet zo gek dat er bij de junior op een gegeven moment een daling zit als je minder jeugd hebt. Dus die twee is goed om naar elkaar te vergelijken. Je moet als club, denk ik, gewoon je eigen club eens te bekijken van hey, wat betekent dit voor ons? Ja, en hoeveel leden kan ik werven? En wat betekent dat voor de toekomst? Kunnen wij onze elftallen of onze leerlingen of onze fanfaren kunnen we voldoende aanwas creëren? Nou, wat zijn de zorgen in de toekomst? Eigenlijk twee hele belangrijke: financiële situatie en het dalende ledenaantal. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten waar jullie, eigenlijk alle verenigingen, zich wel zorgen over maken. Natuurlijk andere aspecten, vergrijzing, de vrijwilligers, bestuursleden, de S, wat gebeurt hiermee. Overhang naar gemeente Bokstel, wat betekent dat? Komt erop af. Afspraken die in het verleden zijn gemaakt, zijn die nog steeds de afspraken? AVG, nou, net al over gehad. Regelgeving die alleen maar lastiger wordt en meer eisen stelt en soms hogere kosten. Dus jullie maken daar wel zorgen op. Die aspecten komen ook redelijk overeen met wat er in de dorpsavond is gebeurd. De vraag is van, heeft er iemand langer termijn beleid? Nou, er zijn twee verenigingen, ja, daar hebben we over nagedacht. En 16 verenigingen, nee, hebben we niet. Natuurlijk zullen ze wel eens over denken. Het is niet zo van we leven van dag tot dag en we zien wel wat er volgende maand gebeurt. Maar in hoeverre werken wij samen? Dat vond ik wel een vraag die me eigenlijk een beetje bezighoudt. Ja. Want ik denk dat we wel deze problemen en die signalen die je geeft, die denk ik dat we allemaal wel herkennen. Ja. Dus het zou me verbazen als dat niet zo is. Ja. Maar zitten we leidzaam af te wachten hoe het allemaal is? Of zeggen we van, wat kunnen we daar samen aan doen? Ja. Beleidsplannen voor de toekomst en zo. Ja. Of geen beleidsplan te zijn, maar nee, denk je wel erover na. Al niet moeilijk doen, maar ja. Wat moet je erover nadenken. Dus daar zit een beetje in mijn hoofd. Hebben meer mensen diezelfde reactie of zeggen van? Tuurlijk. Ja. Iedereen van overal, ja, het is gewoon gebeurd, maar als je weet dat je overal moeilijk zit met besturen en mensen te binden en je weet dat je zelf soort problematiek hebt, ben je dan kijken hoe kun je dat samen organiseren. Ja. Er zijn voor mij voorbeelden mee waar je heel goed gebeurt. Ja. Waar je dat kunt leren, ik denk jezelf. Met jouw ervaring ook wel zo bekend. Die vraag natuurlijk niet niks stellen natuurlijk ook niet. Dat lijkt ook wel logisch. Ja. Maar ik denk wel dat we gaan leven en beseffen dat de eerste stap is van hoe kunnen we samen een aantal meningen die we in de S heel belangrijk vinden, hoe kunnen we samen eigenlijk gewoon blijven winnen. Stel je de kantine. Ja. En volgens mij hoeft niet elke club zijn eigen regelgeving te gaan uitzoeken. Als je het samen kunt doen, dan ben je daar al een stap voor. Zeg maar. Dan ben ik heel veel pakken denk ik. Hebben jullie het wel eens met op? Ja, voor mij is het de eerste keer dat jullie al zo bij elkaar zitten, hè? Maar hebben jullie ook wel eens met andere verenigingen over? Van, hey, hoe doen jullie dat? Even de AVG, vorig jaar, twee jaar geleden. Moet iedereen iets mee, Mons? Iedereen moet er iets mee. Heb je over gehad van hey, toch maar eens bij een andere club vragen hoe ze dat aanpakken? Of is iedereen daarna weer wiel op niemand uitvinden? Nou, wij met de avond, driedaagse, werken wij samen met Haar in Beweging. En we hebben dan de avonddriedaagse in Haren georganiseerd, maar dat is inmiddels gestopt. Ja. En ook de avonddriedaagse op Wiese Mortel valt onder een paraplu. En die hebben dan voor ons wel de opzet gegeven van hoe dat we het in S kunnen organiseren. Maar dan ben je eigenlijk gaan zoeken naar de evenknie, zeg maar, in andere dorpen. Ja, we hebben gehoord dat het in Haren georganiseerd werd en toen dachten we van dan moeten wij in S kunnen organiseren. Ja. Maar denk er ook iemand aan van, hey, ik zit bij de tennisclub en ik loop ergens in aan, zal ik eens bij de volleybal of bij de korfbal vragen hoe ze daarmee omgaan? Ja, soms, tenminste, ik kan alleen maar voor de voetbal spreken, maar het overleg met name met de korfbal is er toch wel regelmatig, maar dat is ook wel omdat we ook wel een beetje van elkaars in die zin faciliteiten gebruik maken. De korfbal zit bij de kantine erbij. Ja. Soms hebben wij kleedkamers van de korfbal nodig als de teams thuis moeten voetballen. Dus daar is er wel wat overleg bij. Naar de tennis toe denk ik minder, of niet. Ja. Het enige waar wij een tijdje terug, toen wij moesten schakelen van
leverancier wat wachtproducten betreft. Toen hebben wij wel bij de tennis aangekocht van goh, is het zinvol? Dat we samen eens met een leverancier in gesprek gaan, ja. Twee verenigingen. Ja. Uiteindelijk is het dat niet geworden, maar toen hebben wij het daar wel over gehad. Ja. Misschien moeten we in die zin, wanneer we het samen doen, om voor beide clubs aantrekkelijker te kunnen maken. Want dat staat toch heel veel inkomsten op bij de voetbal en bij de tennis natuurlijk ook. Ja. Nou, ik denk dat het gewoon heel goed is om elkaar op te zoeken af en toe. En of dat dan een ad hoc is of georganiseerd, dan moet je samen eens over nadenken. Gezelligheidsvereniging bij elke kerk. Ja, we hebben een nieuwe leden, maar dat is allemaal gezegd. Nieuwe leden, de jeugdleden. Nou, we gaan kijken naar de jeugdleden. Van alle verenigingen die doen mee en van heel veel verenigingen, die zijn vrijwilligers bij ons. Ja. En merk wel dat we juist de grootste groep mensen, die het minst bij ons komen helpen. Dat zijn of ouderen of juist jongeren. Maar de 40-50'en, die hoeven niet meer zelf mee te lopen met hun kinderen. Ja. En die doen ook niet meer dan automatisch posten of brigadieren of zo. Die missen een beetje. Die groep moeten we nog bereiken, maar daar weten we niet. Wat is jullie doel? Ja, misschien heb ik hem iets verkeerd gesteld. Ik merk één, de doel voor de toekomst, hè, inderdaad, is die groep optrekken. Maar ook, wat is het doel als jullie als vereniging? Wat willen jullie betekenen of wat willen jullie doen? Samenhorigheid van heel de vereniging. Veel de S. Ja. Jong, oud, alles door elkaar. Ja. Alles doet samen. Heb je dat woord opgeschreven? Ja. Mooi. LOA, lokale omroep Haren, is niet specifiek voor S. S is wel een van de vier kernen en wel de veruit de actiefste, moet ik eerlijk zeggen. Het doel daarvan is verzorgen van uitzendingen voor en over mensen uit het dorp. En het dorp Haren is dat dan. Het gezamenlijk doel is dat we aan de mensen die zowel kijken als de mensen die opnames doen, een ontzettend leuke bezigheid kunnen bieden. Hobby. Nou, ik ben ook zelf aan het denken van, hoe kan ik linken leggen met De tijdsbesteding, ja. Nuttige tijdsbesteding, zoiets in de trant. Wat ik vraag die me opkomt, ik wil ook wel bewaren voor dadelijk misschien af. Wat kunnen verenigingen aan jullie hebben? Kunnen ze gebruik maken? Publiciteit, kalender, kanalen, ingang. Heb je idee dat jullie daar goed genoeg voor gebruikt worden? Met sommige verenigingen heel goed, misschien wel te goed. Met andere verenigingen helemaal niet. Ja. Nee. En dan stel ik de vraag. Wij zijn sportvereniging, dus ons doel is zorgen dat dames die een vrij beperkte groep kunnen sponsoren. Een kampioen opleveren, toch? Een kampioen opleveren. Ja. We moeten er wel plezier aan beleven. Ja. Maar daarmee zorgen we dus ook voor leefbaarheid en sociale binding. Dat soort dingen zijn die wel heel belangrijk zijn. Ja, die hoor ik juist ook helemaal. Het doel van onze stichting is om alle basisschoolleden uit S een leuke laatste kansweek te doen. Dat is niet hun laatste kans. De laatste week van de kans. Dus niet specifiek de basisschool alleen de S, maar ook alle leerlingen uit S en die leeftijdscategorie. Ja. Een kleine aanvulling, Claudia had het wel over de mogelijkheid voor de Essenaar om muziek te maken. Waar we verder mee bezig zijn om het doel van de vereniging is dat wij gewoon blijven doen wat we al jaren doen eigenlijk. Dat is denk ik vandaag het doel. Ja. Dus die continuïteit van de vereniging, daar zijn we mee bezig. Een stukje traditie hier ook voor willen zetten, denk ik. En verder bieden wij ook de Essenaar nog wel wat meer als je het hebt over de Essenaar. Voelt mooi wat wij organiseren. Ons jubileum weekend één keer in 35 jaar. Ja.
En daar willen wij ook wel een stukje binding mee creëren, niet direct. Dat heeft natuurlijk ook wel als doel om voor onszelf wat inkomsten binnen te halen. Maar ook daarnaast willen we ook wel wat binding daarmee creëren in het dorp. Er zit wel een heel groot sociaal aspect in, ja. Denk ik. Heel veel wat ervan maken. Ja. Dat is. Goed, hè. Wij zijn ook een sportvereniging, dus we hebben ook mogelijkheid blijven bieden om in S te kunnen blijven voetballen. Vanwege ook sociale contacten, het teamverband, wat toch heel belangrijk is. En waar wij ook wel op letten is dat, zeker in de tijd dat het allemaal weer duur wordt, dat we het sporten ook betaalbaar houden. Dat we kritisch kijken om contributies niet te hoog te maken of niet zomaar hoog te worden. En mede door een grote groep vrijwilligers die we hebben en waar we veel mee kunnen. En ja, vooral ook kritisch te blijven kijken naar de uitgaven die we daarin gaan doen. Maar inderdaad ook voor de leefbaarheid en de sociale contacten. De belangrijkste vraag die ik nog heb, ik kijk ook gewoon even naar de tijd, hoef ik ook niet heel lang te maken. Hoe nu verder? Wat ik eigenlijk nu na of jullie daar ideeën over hebben na vanavond van hey, hoe verder? En niet meteen dat er een oplossing moet komen van, maar zeggen jullie van hey, we moeten eens vaker met elkaar als verenigingen bij elkaar zijn. Of ik zou wel eens een keer een afspraak mee met alle sportverenigingen weer overleggen en hierover over hebben. Of wat dan ook. Dat is ook een beetje de vraag van de werkgroep. Dat was ook een beetje mijn vraag. Ik zie van die mountainbikes, ik wist er niks van. Dus ik zag voor het eerst. Maar hoe niet verder? Kijk, wij willen straks naar een leefbaarheidsplan toe. Vanuit de vereniging is daar een onderdeel van. Dus ik heb weer een minder vraag aan jou, even, Jan. Ja. Maar die moeten ook gevoed worden. Waar moet daar ook ergens naartoe werken? Kijk, ik denk, als ik naar deze werkgroep kijk, de andere werkgroepen, of ze dan makkelijker zijn, weet ik niet. Maar daar kun je wat concrete oplossingen voor bedenken. Ik denk dat dit een stukje bewustwording is. En ik kan me zomaar voorstellen dat alle besturen in de volgende bestuursvergadering gewoon hier eens over hebben. Als je de cijfers van mij pakt rondstuurt, hè, die sheets, dan is het, wat moeten we hier nou mee? Wil ik hier eens met een andere vereniging over hebben? En dat jullie zeggen van, hey, voor mij is het goed dat we hier af en toe overleg over hebben. En dan komt, denk ik, vanzelf wel een idee of een oplossing. Of iets, dan gaat er iets ontstaan. En dat is voor mij denk ik het belangrijkste. Het is denk ik niet reëel om te verwachten dat er in mei staat of in juni staat van oké, die club gaat samen met die dat doen en wij gaan die activiteit organiseren en we gaan het anders doen. Dat vond ik helemaal niet het belangrijkste. Ik ga het niet hartstikke bedankt tegen Jan. Dank allemaal. Ik ga het niet samenvatten. Maar wat? Wat ik wel kan stellen is denk dat wat Jan ook aan, we zijn in contact met de gemeente, we zijn in contact met de gemeente Boksel. We hebben het thuis nog zelf in handen en ik denk dat we als S op alle vlakken moeten willen blijven houden. Laat er allemaal over nadenken. En dan nogmaals dank jullie hartelijk voor de komst en wellicht tot de volgende komst. Tot de volgende keer of tot mailis of bellis of in ieder geval we houden contact. Yes. Dankjewel.